commissie-mergen is de instantie in Nederland die de milieueffectrapportages beoordeelt die rijke provincies en gemeentes maken met betrekking tot plannen die een grote impact hebben op het milieu. Het belang van de commissie-mergen op dit moment is vooral dat we in Nederland geconfronteerd zijn met enorm grote opgaves. Klimaat en energie, landbouw en natuur, industrie en grondstoffen, woningbouw. En die grijpen allemaal in elkaar. En om dat in elkaar grijpen goed te kunnen doorgronden en een samenhang te kunnen beoordelen, is een milieueffectrapportage een heel nuttig instrument. Je zet de milieueffectrapportages in vanuit de wettelijke takentoetsing, maar je kunt hem ook vrijwillig inzetten. En daarmee help je jezelf om inzicht te krijgen over de omgevingseffecten van een plan of een activiteit of een programma. Maar het kan ook alvast helpen verder op een traject als je iets gaat tegenkomen bij de uitwerking van je plan. En daarmee is een milieueffectrapportage ook heel erg helpend. Het is goed dat we hier vandaag bij elkaar zijn in het provinciehuis van Noord-Brabant, omdat je bij de ontmoeting ook eerlijk kunt zijn over allerlei dilemma's die je tegenkomt bij de toetsing op de omgevingsaspecten. Want wat je in zo'n milieueffectrapportage stopt, dat komt er ook uit. En daarmee kun je ook alvast aan de voorkant nadenken over allerlei zaken die toetsend belangrijk zijn, wettelijk belangrijk zijn, maar die ook bijvoorbeeld bestuurders kunnen helpen om goede en goed onderbouwde keuzes te maken. De middag was voor mij best interessant. Ik vond het vooral erg leuk om ervaringen van de gemeente te horen. En wat voor mij vooral ook een eye-opener was, is om ook in het participatieproces wat je als een gemeente hebt, met je omgeving en met je partners, om dat gewoon te vervlechten met het MERG-proces. En dat je daar gewoon heel veel meerwaarde uit kan halen. Ik zou deze kennismiddag zeker aanraden voor andere mensen. Dat heeft ermee te maken dat je met zoveel verschillende kennisniveaus samen nadenkt over waar je met de MER, dus milieueffectrapportage, een bijdrage aan kan leveren.